Eerst de beste ploeg van België, want dat is naar de resultaten toe toch Club Brugge. De herfstkampioen verblijft een tiental dagen in Antalya in Turkije, waar Jacky Matthijssen snode plannen smeert om zijn ploeg straks in mei landskampioen te maken. Maarten van Gamberen volgt de stage. Het is heel zwaar. Ik denk, we trainen om 9 uur en dan trainen we nog om 5 uur. En daartussen ben je gewoon back off en moet je betten. Dus we slapen hier, we trainen en we eten. Dus dat is alles wat we doen. Als je nu op trein bijvoorbeeld conflict hebt, dan wordt dat beschouwd als ja, men wil elkaar beter maken. Als dat vorig jaar gebeurde, dan was het van ja, kijk, ze zijn er ruzie in maken, ze kunnen niet met elkaar om. En daar heeft alles met resultaten te maken. Niks dan zon dus vandaag voor Club Brugge, dat verblijft in het grootste en sprookjesachtige Kremlin Hotel aan de Turkse Riviera. Het contrast met vorig seizoen, ook op stage, is groot, met dank aan sportmanager Luc de Vroe. Hij haalde nieuwe spelers binnen en vooral een nieuwe trainer. Ik denk dat Jacky Matthijssen toch wel een belangrijke factor is in dit verhaal. Ik had nooit zijn introductie vergeten, dus de eerste dag heeft hij inderdaad, zei hij direct van ja, ik wil kampioen spelen met jullie. En dan zag je in de kleedkamer een aantal mensen kijken van, oh, wat is dat hier? Die heeft dus direct de lijnen uitgezet. Het eerste waar je voor moet zorgen, is dat de ruimte groter wordt. Ja, dan lopen. Waar ga je in? Christian, waar ga je in? Ja, je moet. Ik help, ik sta bij, ik geef af en toe wat dingen mee waarvan ik denk dat ze beter worden. Zij zijn de acteurs, zij moeten het doen. Als zij het niet doen, ben ik machteloos. Als zij niet openstaan voor, ben ik machteloos. Dus ik zou mijn inbreng wat dat betreft zeker niet overschatten. Matthijs heeft Club Brugge in ieder geval al een stevige winnaarsmentaliteit meegegeven. En bovendien vallen ook de nieuwe spelers, zoals Sterkelee, Simaes, Djokic en Gerards, goed mee. Efficiënt voetbal was het zeker, oogstrelend nog niet. Daar wordt hier in Turkije hard aan gewerkt. Binnenkort hopen wij allemaal nog een stap naar iets meer kwaliteit te kunnen zetten. Maar wat die kwaliteitsinjectie is op het veld, iets meer kansen afdwingen, dat vind ik wel, daar moeten we naartoe, anders gaan we onze doelstelling niet halen. Op zoek naar kwaliteit gaat sportmanager Luc de Vroe kijken naar een wedstrijd van Dender. Want Dender logeert in het hotel naast dat van Club Brugge. Goeie scout, Lucky. Ja, zeggen daar. Dat is een goed teken dan. We komen naar voetbal kijken, we zeggen dat bij ons niet om aan te zien. Dan moet je niet meer. Dender speelt uiteindelijk 1-1 gelijk tegen het Nederlandse Helmond. Trainer Boskamp denkt er het zijne van. Nou, dat was volgens mij geen wedstrijd. Dat was echt een uienpartij. Dat was echt een heel slechte wedstrijd. Maar voor de rest gaat het er bij die van Dender erg ontspannen aan toe. C'est lui le chef ici? Non, 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 c'est pas moi le chef, non. Voilà, il est là, c'est lui le chef, c'est lui le chef. C'est lui le chef, c'est lui le chef, c'est pas moi, c'est lui le chef. C'est lui. Af en toe is de bus een beetje te laat, maar... Want de rest is echt schitterend. Met die bus hebben jullie al problemen gehad, hè? Ja, ze zeggen dat die in pannen stond langs de weg, maar we zijn er langs gereden. Ik heb geen bus gezien, die was verpleitend, denk ik. Dus er kwam er een andere bus. Nou, daar hebben we normaal de varkens nog niet in. De rest is het echt schitterend. Bij Club Brugge maken ze zich meer zorgen. Wesley Sonck blijft maar sukkelen met zijn buikspieren, zoals ze hier uitlegt aan de clubdokter. Gelukkig is er in Turkije ook een zwembad en een fitnesszaal. Het is leuk om tussen de gasten te zijn, maar ik heb het er moeilijk mee als zij aan het trainen zijn en ik wil meedoen. Het gaat niet dat... Om de andere stappen buiten om te trainen, jij moet binnen het programma doen. Dat gaat van fietsen tot specifieke oefeningen om alles terug op te bouwen. En onder je pijngrens, terwijl de anderen binnenkomen, die hebben goed gezweet, die hebben goed getraind. Dan zei je, het was plezant. Maar het ergste is dat je weet dat je niet kan meedoen. Dat is zo met wedstrijden juist hetzelfde. Sammy, zeg je dit tegen de mensen thuis? Wanneer ga ik tevreden zijn?
Ik denk, als je persoonlijke ambitie bekijkt, is dat ik zo snel mogelijk kan spelen, dat ik zoveel mogelijk kan spelen. En ik denk, als je het algemeen bekijkt, dat je moet meedoen voor de prijs. En als je dan iets haalt, dan mag je tevreden zijn. Uiteindelijk moet je maar met één ding bezig zijn, dat is met jezelf. En je weet, als je een tweede ronde speelt, die zeker naar rendement en hopelijk naar kwaliteit het niveau haalt van de eerste, dan zal je er zeer dichtbij zijn.